Wesselboer, vandaag moest het gebeuren. Ja, in principe moet het iedereen gebeuren, maar er staat toch wel extra druk op deze wedstrijd. En iedereen kijkt ook uit naar deze wedstrijd en je weet wat er op het spel staat. En ik denk, nou ja, het moest gebeuren, dat hebben we gedaan. En ik denk uiteindelijk ook wel verdiend. Ja. Ja, ik bedoel, dus ook de greep naar de macht moest vandaag gebeuren. Precies, ja. Ja, naar die koppositie bedoelt u. Ja. Ja, nee, zeker. En je hebt wel eens van die wedstrijden dat er dan niet uit kon, maar ik denk dat we wel de hele wedstrijd redelijk, ja, niet zozeer de wedstrijd onder controle, maar zij werden niet heel erg gevaarlijk de eerste helft. En we merkten de eerste helft dat we steeds beter in het spel kwamen, dat we de overhand kregen. Ja, de laatste half uur zie je gewoon dat je de veel, veel betere ploeg bent. En dan ben je gewoon zo'n pot uiteindelijk vrij simpel. Ja, want komt het ook omdat IJsselmeer wel eens een betere conditie heeft? Dat ze zeker de laatste half uur van wedstrijden vaak de bovenliggende partij zijn. Hoe zie je dat? Nou, vandaag merkte ik dat wel. En ik weet dat wij wel redelijk wat energie en fitheid steken. En dat werd aan het begin van het seizoen ook benadrukt. Van fitheid kan je heel ver brengen. En uiteindelijk is dat de basis om het 90 minuten lang natuurlijk vol te houden. En dat kwam gelukkig nu tot uiting. En ik denk dat je daardoor echt wedstrijden in het laatste half uur kan beslissen. Ja. Ja. Vandaag, hoe kijk je naar de verdediging? Jij als centrale verdediger, hoe gaat het? Ik zit daar heel erg op, ik sta op mijn plek. Ik heb het naar mijn zin in achterin. En ik voel me ook wel rustig enigszins. We hebben 4 wedstrijden 0 gehouden. Vandaag dan helaas een tegengoal. Maar ja, we mogen niet ontevreden zijn, we winnen 3-1. Maar als je 1 goal tegenkrijgt in de laatste 5, ja, dat zegt wel iets. En dat straalt ook vertrouwen uit. En dat vertrouwen heb ik ook, ja. Dat ik weet van oké, we kunnen dit met elkaar tegenhouden. En daar ben ik blij mee. Ja, hebben jullie nog gewaand op na die 1-0 achterstand? Nee, het is altijd een mentale tik, hè, zo'n 1-0 achter. Maar gelukkig was die vroeg in de tweede helft en dan weet je, je hebt nog de tijd om die aansluiter te maken. Dus geen wanhoop, maar ja, je hebt wel spelers in de ploeg die het verschil kunnen maken nu. En Marouane, ja, die schiet een fantastisch binnen weer. En dan breekt zo'n wedstrijd open en dan ga je ineens van, dat je benieuwd bent van oké, kunnen we dit omdraaien? Maar in één keer op een 1-1 en eentje, oké, we gaan er nu overheen, we hebben ze. Ja, en dat tweede kwam uit en dat is het mooie van voetballen. Het kan van het een op het andere moment kan het anders zijn. Ja, want jij mag ook samen met Camara naar voren, hè, bij stille momenten. Ja. Ja, wij weten dat we gevaarlijk kunnen zijn. Hij natuurlijk met zijn lengte, dus hij wordt heel gauw gedekt. Ik kom regelmatig vrij in de 16 en pik ook zo regelmatig een goaltje mee. Dus ja, wij weten bij een ingooi dat we hem in de pot kunnen gooien. En met corners dat wij heel gevaarlijk kunnen zijn. Dus wij gaan altijd mee met dat soort momenten. Ja. En je ziet het, volgens mij resulteert de laatste paar weken in heel veel goals en kansen. Ja. Hoe schat jij Harkemaanse boys nu in, nadat je ze vandaag gezien hebt? Ja, moeilijk. Misschien dat zij ook een beetje onder indruk zijn van de ambiance. Ze hebben 20 punten, dus ja, op voorhand dacht ik oké, goede voetbal in de ploeg. Ergens vond ik het redelijk meevallen vandaag. Het is wel een vrij georganiseerde ploeg, dat vind ik wel knap. Maar wij doen niet onder ten opzichte van hun. Dus als zij al niet bang zijn voor iedereen in de competitie, dan hoeven wij dat al helemaal niet te zijn. Nee. Het verwachtingspatroon is natuurlijk nu enorm toegenomen na deze greep naar de top. Ja, nou, je zou denken dat hij niet nog meer kan toenemen na zo'n degradatie. Verwacht de hele buitenwereld, maar ook de club zelf, dat we direct promoveren. Maar ja, je staat nu aan kop, dus dat zegt op dit moment wel genoeg. Dankjewel.